Dat is nou eenmaal de uitspraak van de rechter en daar moet het mee doen. Dit moet een voetbalveld voorstellen. Voetbalclub Diosa uit Balgooi kampt al jaren met hetzelfde probleem. Het veld is niet bespeelbaar. Dat komt door een opeenstapeling van problemen. Het probleem met de velden van Diosa is dat de velden te vaak te nat blijven. En dat heeft te maken met een te dichte laag klei die onder het veld zit, waardoor de drainage niet bereikt wordt. We hebben het hier over zogenaamde hybride velden. Dat is een mengsel van gras met kunststof. De gemeente Wijchen houdt het bedrijf dat het veld aanlegde verantwoordelijk voor de problemen. Maar daar is de rechter het vooralsnog niet mee eens. Nee, dat klopt. We hebben dat bedrijf aansprakelijk gesteld. We zijn door de rechter in het gelijk gesteld. We hebben volledige schadeloosheid toegewezen gekregen. En in het hoger beroep is de hoger beroeprechtbank, zeg maar, het gerechtshof, is volledig met een andere uitspraak gekomen. Die zegt, gemeente, dat probleem is gewoon aan jullie. Het juridische proces loopt nog en dat lijkt nog wel een tijd te duren. Inmiddels duurt de zaak al 7 jaar. En al die tijd zit Diosa dus nog steeds met de gebakken peren. Dus is er nu een knoop doorgehakt. Nou, we hebben het veld opnieuw laten keuren. Daar zeggen de technici, ja, je kunt eigenlijk niet langer wachten. Dus hebben we met Diosa afgesproken dat we nu toch een grootscheepse renovatie, eigenlijk een compleet nieuw veld aan gaan leggen. Goedkoop is die operatie bepaald niet. Afgerond, €400.000. Dat is een forse tegenvaller. En ja, dat is nou eenmaal de uitspraak van de rechter en daar moet het mee doen.